T-shirts die worden gemaakt van algen. Het klinkt nog wat onvoorstelbaar, maar als het aan de Groningse ontwerper Tjeerd Veenhoven ligt, dan lopen we over een paar jaar in zijn duurzame kleding. Hij won een ontwerpwedstrijd van kledingketen H&M en kreeg 150.000 euro om uit te vinden hoe je de cellulose uit algen kunt omzetten in textiel. Nou, wat je hier ziet, hebben we hier een aantal aquaria waar we dus de algen in groeien. Dat doen we om te kijken hoeveel grondstoffen en hoeveel voedingsstoffen ze nodig hebben om te groeien. Dus dat is wel leuk. Ze zitten hier gewoon in het water. En ook als je het voelt, het leuke aan dit plantje is dat het dus niet, zoals veel mensen denken, een slijmerig gebeuren is. Dus het voelt meer als wol. En dat komt dus door al die cellulose die erin zit. Hier op deze tafel liggen een heleboel soorten. Of eigenlijk één soort, ik wou de vorige alg, maar uit heel veel verschillende gebieden. Zo hier een alg die dus in de Ems voorkomt, hier in de kust van de Baltische Zee. Dit is van de noordkust van Frankrijk. Dus al die algen verzamelen wij om te kijken hoeveel cellulose daarin zit. En dat doen wij door die algen te verpoederen tot een heel fijn poeder. En dan meten we dus de hoeveelheid cellulose die daarin zit. In feite kun je zeggen dat je vanuit deze grondstof, zoals het hier nu staat, dan wel een donkere of een lichte, eigenlijk al textiel zou kunnen maken. Ja, en er moeten nog heel wat bewerkingen bij. Maar hier zie je toch al eigenlijk de grondstoffen die voldoende zijn om voor ons om nu de eerste draadjes te spinnen. Ons draad ziet er ongeveer zo uit als dit. Dus dat is gewoon vrij normaal, om het zo te zeggen. Dus het is ook zo dat jouw t-shirt straks niet groen is per se of stinkt naar zee of wat dan ook. Het is een heel normaal t-shirt, alleen wel gemaakt van een textiel dat dus uit een duurzame grondstof voortkomt. Veenhoven koos bewust voor algen, want dat biedt ontzettend veel voordelen. Het bijzondere aan algen is, ze groeien heel snel. Ze groeien dus in de zee, dus niet op het land. Dat betekent nogmaals dat we dus het land gewoon kunnen gebruiken voor dingen die belangrijk zijn, zoals voedsel. En het mooie van de algen is dat die ook heel veel CO2 absorbeert. Dus eigenlijk alle CO2 die we produceren, van een heel groot deel tot al 70%, wordt eigenlijk naar zee geblazen en wordt daarna eigenlijk door algen geabsorbeerd. En samen met het groeien op zonne-energie groeit dat plantje dus net onder de wateroppervlak door. En het mooie daarvan is van deze alg, en specifiek de Cladophora-alg, dat hij dus tot 70% van die cellulose bevat. Terwijl zo'n plant op het land dat tot 40% bevat. Dus veel meer. Dus daarom algen. Volgens de Groningse ontwerper duurt het nog wel eventjes voordat de eerste Groningse algen-t-shirts in de winkel liggen. Nou, oké, het is sowieso leuk om een nieuwe waardeketen te ontwikkelen, dus een nieuwe grondstof te ontginnen, om het zo te zeggen. En dat kan de alg dus worden. En natuurlijk leuk om te zien dat zo'n groot concern als H&M dit juist interessant vindt. Klimaatakkoord of geen klimaatakkoord, we moeten dus alternatieve stromen hebben om onze producten mee te maken. En als je weet dat op dit moment de mode-industrie de tweede consument van aardolie is, dan zie je wel dat dat nogal belangrijk is dat die snel omgaan. Dus waar het toe kan leiden is inderdaad dat je eigenlijk een compleet nieuw soort textiel, een nieuwe waardeketen van fashion kan maken. En dat heb ik niet over volgend jaar, niet het jaar erop, maar binnen nu en 5 jaar komen we een heel eind.